Wedstrijd nummer 4, Thijs. En dat wordt er eentje tussen Zimmet van Antwerp en Kaili van Oostende. Zimmet die vorige week zijn goede vorm eindelijk wist te pakken tegen Nikom van Gent. En Kaili die nog steeds op zoek is naar zijn eerste punten van het seizoen. Ja, Zimmet, Nikom vorige week eigenlijk helemaal doodgedaan. Enkel op het einde kon Nikom nog tegenscoren, maar 0-2 vrij snel in de wedstrijd. En heel goed gespeeld, heel rustig gebleven en eindelijk zijn kwaliteit laten zien aan ons. En B&B Kaili ja, blijft nog steeds achter met 0-9. Zet heel weinig aanvallend tegenover zijn tegenstander. En is meestal een klein beetje behelpen en hopen dat hij er niet met 5-6-0 afgaat. Want tegen Kortrijk wel kunnen tegenscoren, maar het was al snel 0-3 voor Mansen. En eigenlijk als Mansen had gewild, had hij er vrij snel nog 6-7-0 van kunnen maken. Ja, en dat gebeurde niet. Wel een makkelijke zege voor Mansen vorige week dus tegen B&B Kaili. En ja, er zijn een aantal spelers die nog steeds geen punten hebben, waaronder Kaili. En voorlopig zagen we de voorbije weken niet meteen tekenen dat er verandering in zou gebracht worden. Nee, ik had een klein beetje gehoopt voor B&B Kaili dat hij tijdens de winterbreak, zoals we zeggen, wat geoefend ging hebben en misschien wat beter voor de dag ging komen. Maar dat was niet het geval. Oké, Mansen, geen cadeau om tegen uit te komen. Nee. Maar vandaag ook een vernieuwde vorm bij Zimmet. Dat is geen pretje om daar nu aan de bak tegen te moeten. Want hij moet wel eens van die nul punten af. Maar ik vrees er een beetje voor dat dat vandaag tegen Zimmet, die voor vorige week echt wel indruk heeft gemaakt op mij, niet gaat gebeuren. Nee, het is wel aan Zimmet natuurlijk om ons gelijk aan te tonen en vooral te tonen dat hij die goede lijn die hij vorige week heeft neergezet kan doortrekken, want speelt vandaag opnieuw in een andere setting, speelt vandaag gewoon thuis vanuit zijn eigen kamer met een onopgemaakt bed, maar wel is waar met een truitje van Antwerp dat aan zijn muur hangt. Goed, ja, het is te hopen dat hij niet nu pas uit zijn bed is gerold, om nee, het zo te zeggen. Nee, dat hij een beetje wakker is. Ja. Want vorige week had hij dus, zoals we zeiden, wat coaching gehad. Mm-hmm. Heel wat oefenpotjes gespeeld alvorens hij zijn wedstrijd tegen Nikom zou aanvatten. En je merkte dat ook wel. Het niveau van Zimmet vorige week was echt wel van een van de betere dingen dat we gezien hebben. Ja, en het had ook een beetje te maken met vertrouwen, denk ik. Hè. Vaak als je zonder al te veel vertrouwen speelt, dan ga je heel snel en heel geforceerd willen spelen. Terwijl als je met vertrouwen zit, en dat zagen we bijvoorbeeld vandaag ook bij Abdullah Wais, dan ben je rustiger en dan speel je eigenlijk wel beter. En Zimmet moet dat gevoel eigenlijk kunnen vasthouden. Ja. En dan gaat hij vandaag over B&B Kaili lopen. Daar ben ik zeker van. Zeker omdat je ook wel... Ik had toch het gevoel dat hij heel gemakkelijk kansen creëert. Ja, absoluut. Het is een opvallende opstelling trouwens van Zimmet. In de normale 4-2-3-1 is er onder meer een plaatje voor de nieuwe gouden schoen van dit jaar, Lior Refailov. Maar vooral Thijs, wat opvalt, in de spitspositie staat Didier Lamkelze. Ja, misschien is het de eerste verzoeningspoging van Antwerpen om via Zimmet Lamkelze een klein beetje terug in de ploeg te werken. Want Verkouteren heeft ook eerder deze week aangegeven, of eerder vorige week aangegeven, dat iedere speler onder contract bij de club van hem een kans krijgt. Dus wie weet. Of de supporters er blij mee gaan zijn, dat weten we niet. We hebben ook wel gezien dat bij de beloftetraining dat de harde kern eens is langs geweest. Maar hij staat er vandaag in en wie weet is, het wel het, is hij wel de joker voor Zimmet. Ja, benieuwd. Een gewaagde zet van Zimmet om te spelen met Didier Lamkelze, maar hij mag ons verrassen natuurlijk. Het is altijd lachen en brullen, plezier en vertier met Didier Lamkelze, terwijl hij dus nog hier in België voetbalt. We zijn er dus aan begonnen met Antwerp dat de eerste combinaties mag doen. En dus Refailov. De nieuwe gouden schoen, Thijs. De nieuwe gouden schoen. Verdiend? Inderdaad. Goh, ja, ik denk, ja. Ik vond het een moeilijke stemming dit jaar. Ik wil me er ook niet te duidelijk over uitspreken. Maar puur op papier vind ik het geen foute keuze. Oké, was er bijna doorgeraakt hier door de defensie van KVO. 5 minuutjes aan het voetballen. En Zimmet probeert dus door die... vandaag een zwarte muur te geraken van Oostende. Rodriguez probeert naar binnen te knijpen. Heel wat jongens teruggeplooid van B&B Kaili van Oostende. Haroun tot bij Didier Lamkelze. En dit is de goal. Nee, wat een save van Hubert. Maar daar was dus de eerste keer Zimmet, Thijs. Ja, goed erdoor gekomen. Hè. Heerlijke step over om zich vrij te spelen met de man in... In vorm de eerste 10 minuten, Didier Lamkelze, om het zo te zeggen. En goed gepakt van de keeper van Oostende. Maar had wel de voorsprong mogen zijn voor Zimmet. Ndika met de paas tot bij Gielsager.
Weinig aanvallende mensen bij Kylie. Weinig aanspeelpunten. Gaye nu tot bij Van den Dries. En dan proberen de twee wat te combineren, maar dan loopt het spaak. Hij wou nog wel de bal doorsteken naar Van den Dries, maar dat was te getelefoneerd. Ja, het gaat wat traag ook, hè, waardoor er makkelijk op in te spelen is. Bataille en ook zijn paas niet goed tot bij Gaye. En dan kan Lukaku overnemen voor Antwerp. Mag zich niet in slaap laten wiegen, om het zo te zeggen, nee, Zimmet. Moet bij de les blijven. En mag zeker niet meegaan in de, ja, laat het zeggen, het mindere spelniveau van zijn tegenstrever. Didier Lamkelzee met een goede voorzet en de goal. Nee! Lukaku mist. Dat zijn twee gigantische kansen en eigenlijk had het hier 2-0 moeten staan. Ja, Zimmet laat het na om op een verdiende 1-0 voorsprong te komen. Dat geeft nog steeds ruimte voor Kylie om te werken, maar verliest opnieuw de bal. En zo zitten we weer aan die linkerkant met Hongla. Hier is Didier Lamkelzee. Kan hem eventueel steken naar Rafailov. Lamkelzee krijgt naar binnen Haroun en Lukaku nu. Een paar overstapjes bij Zimmet. Lukaku met het paasje naar Rafailov. Die gaat door. Rafailov gaat scoren. Nee, en is het een penalty? Nee, het is in het trappen dat hij denk ik valt. Rafailov, we zitten bij Lamkelzee. Boya. Rafailov. Ja, de speedboost opnieuw en de save van Hubert, die op dit moment KVO recht houdt. Toch een schietend daar, maar vooralsnog geen doelpunt. Maar 3-4 keer goed met die speedboost, zich vrijgespeeld eigenlijk. En dan is de hoek vrij scherp. En zat er niemand aan de tweede paal, maar toch goede waarschuwing keer op keer aan het adres van B&B Kylie. Giel Sager met de steekpaas was het daar richting Sakala, maar dat plannetje mislukte voor B&B Kylie. Het is wachten op zijn eerste echte schot naar de goal, want dat zien we nu ook aan de statistieken met 65% balbezit voor Antwerpen en 3 shots on target tegenover 0 voor KVO. Haroun met het tikje, Didier Lamkelzee. Ja, om het plaatje compleet te maken, moet hij er een paar binnentrappen. Hè? Vandaag Didier Lamkelzee. Ja, maar het is moeilijk om tegen zo'n muur... Nee, geraakt er niet door. Nee, geraakt er gewoon niet door. Didier Lamkelzee lijkt me nog wel het type, als hij er vandaag een hat-trick mee zou scoren, Zimmet, dat hij daar nog mee zou uitpakken op zijn sociale media. Ja, ik weet niet met welk kruidje dat hij het zou doen, hè? Maar het lijkt me wel het type die daarin zou meegaan in dat verhaal. Ja. Van kijk, zie je wel dat ik het nog kan. Rafailov, hier is Didier Lamkelzee. Goeie tackle van Hendry en Giel Sager kan overnemen tot bij Gaye. Dat is het vaste aanspeelpunt voor B&B Kylie, maar dan loopt het eigenlijk telkens onmiddellijk spaak. En we horen zelfs zijn zucht. Is niet blij met het niveau dat hij tentoonspreidt. B&B Kylie, Didier Lamkelzee. Dat is een iets te opportunistische poging, maar kan hem toch bijhouden, Zimmet. Rafailov. Ik wou daar de elastico doen om zich vrij te spelen, maar niet gelukt. Nee, Haroun met de tik dan maar terug tot bij Hongla. Oh, kijk, wat een muur. Lukaku, inderdaad, geraak er maar eens door. Haroun. Het is al 2 keer gelukt. 2 keer goed op doel getrapt. Wat een slechte paas van Rafailov. Bataille. Ja, bijna opnieuw. Balverlies meteen. Kijk. Ja, aanvallend zit hij er weinig tegenover, hoor. Tegen het spel van Zimmet. Het is alleen verdedigend. Heeft hij daar een goede muur. En je moet er maar 1 keer door geraken in principe. Hè? Ja, absoluut. Zoals nu bijvoorbeeld. Sakala. Sakala, nee. Terugkerend. Darpino van den Dries. Oh la la, slechte pas was het daar. En daar gaan ze de bal kwijtspelen. Lamkelzee. Die is hier weg. Die is er vandoor, Didier Lamkelzee. Opletten geblazen. Hubert in de korte hoek geklopt en het staat 1-0. Sterk. Ja, na de paar kansen die Zimmet kreeg, mocht hij dit niet laten schieten. Ja, en Kylie schiet in zijn eigen voet, want... Ja, het opeenstapelen van de slechte passes breekt hem nu zuur op. Ja, en dan werd hij vrij kwetsbaar voor die counter. En dit is misschien nog wel de moeilijkste kans voor Zimmet tot nu toe in de wedstrijd. Maar dan je zag Kylie even zijn keeper verplaatsen. En het is dat moment, denk ik, bij het terugkomen van de keeper naar zijn natuurlijke positie, dat eigenlijk Zimmet op doel trapt. En dan was het een koud kunstje in die korte hoek voor Antwerpen. We horen hem zelfs... Een beetje vloeken, Kylie. Het vlot niet.
Het is ook eens leuk om op die manier dan te horen wat het gaat. Kijk eens, hoor, dit is mooi van Didier Lamkelzé. De voorzet van Didier Lamkelzé gaat komen. Nee, wacht eventjes. En dan toch die voorzet. Theater zit ertussen. En zo het einde van de eerste helft. En Zimmet, ja, die zijn verdiende voorsprong heeft, zullen we maar zeggen. Want het was moeilijk om door die muur van verdedigers te breken bij KVO. Het was enorm moeilijk. En eigenlijk mag het wel 3-4-0 misschien zijn. Hij heeft ook 5 shots gehad. Maar kan dit eigenlijk rustig uitspelen. Zolang hij verdedigend niet al te nonchalant wordt, zou er geen probleem mogen zijn. Dan moet hij gewoon zijn score aandikken. Ja. En hoezeer BNB Kylie het verdedigend zo goed mogelijk probeert te doen, in de aanval loopt het helemaal mis. Want geen enkel schot tussen de palen, geen enkel schot zelfs naast het doel. Nee, niets, het is niets gewoon. Elke paas is eigenlijk slecht en het is wat geforceerd en er zit geen idee achter. Bataille, de bal kwijt tegen het stevige lijf van Onglagerloop. Dan zitten we bij Bayramvand. Verstraten. Dat is de man die nu dus door Zimmet op de rechtsachter is geplaatst. Overname KVO met Darpino. Gielsager. En Sakala. Had hem eventueel eigenlijk al meteen moeten terugpassen naar Gueye. Maar goed verdedigd ook van Zim met een beetje de opening gelaten. En dat is buitenspel. Geen buitenspel, toch wel. De vlag in de hoogte voor... Ik denk dat het Lamkelzé was. Gielsager. Krijgen we de eerste kans voor BNB Kylie vandaag. 51ste minuut zitten we tussen Bataille. Dat is wel goed weggedraaid. Kan er een voorzetje komen of niet? Wat gaat die doen? En zo waren heel-to-heel en een hakje. Hela, kijk eens aan. Het is een kwestie van durven misschien, Thijs. Ja, misschien wel. Misschien speelt hij te braaf. Antwerp nu voor het eigen doel geplakt, want hier is Darpino. Maar ja, geraakt daar maar eens door, door dat bos van benen. Goed opgelost wel door Zimmet hier bij het uitvoetballen. Haroun, er is wat ruimte op rechts. Het gaat naar Lamkelzé. Dat is mooi weggedraaid van Theaat. Gaat hem nu misschien kwijtspelen of niet? Nee hoor, perfecte paas op Lukaku. Dit wordt de 2-0 voor Zimmet. Kijk eens aan. Dit is heel knap gecounterd. En dit is een hele mooie 2-0. En je merkt echt aan de lichaamstaal van Zimmet. Het draait, het gaat lekker. Hij zit goed in zijn vel. Ja. En het is een beetje de vreemde optie. Want hij gaat voor de ballroll. Dat is normaal om de keeper een beetje op het verkeerde been te zetten. Maar met Lukaku naar je rechterbeen gaan in het echte leven of op Ultimate Team doe je dat niet. Maar hier is hij zijn weak foot goed genoeg. En het is prachtig afgewerkt. En 2-0. En een klein beetje op rozen voor Zimmet. Ja, op deze manier. Want BNB Kylie geraakt niet aan het doel van Antwerp. Nee. En met die dubbele voorsprong nu ziet het er heel goed uit voor Zimmet om 6-6 te pakken na die valse start. In de eerste twee wedstrijden zit hij nu toch, laat ons zeggen, te bonken aan de deur van de linkerhelft van het klassement. Ja, hier is het gewoon een kwestie van geen tegendoelpunt meer te slikken en gefocust te blijven. Dat doet hij goed hoor. Balletje bijhouden. Lukaku. Ongla. Vindt Ampoma die in het veld is gekomen. Verstraten. En Lamkelzé die een goede wedstrijd speelt. Zeker en vast. Haroun. Daar is hij opnieuw. Ampoma. Oho, lekker doorlopen. Ik denk dat hij er is opgekomen voor Rafailov. Die zie ik niet meteen meer lopen. Gueye nu. Rechts hier. Rechts was er ruimte. Geeft hem nu wel goed. Geeft hem nu wel goed naar Sakala trappen in de verste hoek. En Bayramvand wordt geklopt. Ja. Hij slaagt er opnieuw in om te scoren. BNB Kylie, het is zijn eerste schot richting de goal. Maar het is meteen wel binnen. Een doelpunt. Vraag me niet hoe hij hier geraakt. Het is altijd een beetje een vraagteken. Maar vooral aan de andere kant zie je Zimmet toch goed, even goed vloeken. En deze kans ging er in het begin van de wedstrijd niet in bij Zimmet. Maar wel langs de andere kant bij BNB Kylie. En dan is het toch nog 25 minuutjes bibberen misschien wel voor Antwerp. Daar gaat het scenario dat je op roze zit, zoals je het daarnet mooi verwoordde. Ja. Dus het is weer vol aan de bak en opnieuw zoeken naar die dubbele voorsprong voor Zimmet. Lukaku met een goede pas, wou ik zeggen, op Lamkelzé, maar inderdaad buitenspel. Van den Driesch, opletten dat hij hem niet kwijtspeelt. Gielsager. Zimmet ondertussen bijna in zijn scherm gekropen.
Heel mooi voorhoofd heeft hij. In echte FIFA-modus zit hij. Lukaku met de tik terug. Hongla. En Haroun, Lukaku stond buiten spel. Nu niet. Nu niet. En Hongla. Nogmaals Lukaku. Ampoma. Een paar overstapjes. En dan. Oh, ja, dat is goed gedaan. Ampoma. Terugkeren. De paas op Lukaku was het. En Ampoma opnieuw. Daar probeert hij wel de nodige trucjes mee te doen. Moeilijke bal voor Rodriguez, wou ik zeggen. Die gaat dan toch nog kunnen passen naar Lamkelzee. En die gaat scoren! Oh la 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 la. Het vuistje van Zimmet pompt zichzelf nog eens op. Wat een heerlijke treffer van Didier Lamkelzee. Dat was heel mooi, hè? Heel mooi, dat balletje opgewipt en zijn verdediger in de wind gezet. En daar kan je, ja, daar kan je niets tegen doen. Hè. En zoals ik al zei voor de wedstrijd, we zien toch, bij vorige week zagen we toch, dat het talent van Zimmet toch nu en dan eens naar boven komt en dan doet hij zoiets. En ja, hij heeft zich even in slaap laten wiegen en dan die 1-2 die 2-1 liever gepakt met B&B Kali die kwam opzetten. Maar dit is heerlijk gedaan. Ja. En je voelde het aankomen een beetje. Ja, ja, absoluut. En zo toch een mooi momentje dat Lamkelzee echt kan gebruiken om zichzelf weer in de picture te zetten. Met dank aan Alexander Zimmet. En Dika. Overname voor B&B Kylie. Als hij nog plannen heeft, ja, dan gaat hij ze nu moeten uitvoeren, want we gaan stillen naar die 85ste minuut. De magische minuut, bijna. Maar geen idee. Of de magie zal pakken voor Kylie? Ik weet het ook niet. Daarnet even bibberen wel bij Zultewaardigem en Beerschot voor Geoffrey Megou. Maar ik denk niet dat B&B Kylie nog tot scoren zal komen. Aan Poma, met de tik terug was het de bedoeling naar Lukaku. Daar is de 85ste minuut. Maar dan, je ziet dat hij die skill moves niet onder de knie heeft. Als je daar een speedboost doet op de flank, dan ben je weg. Ja, klopt. Sakala. Gielsager, nee. Met een speedboost kan je... Goeie bal van Zimmet. Rodriguez. Mooi weggedraaid. Ampoma geraakt er net niet door. Nu ja, de tijd is eigenlijk zo goed als verstreken. Het gaat niet meer gebeuren voor B&B Kylie. Het wordt een tweede overwinning op rij voor Zimmet, die er zit aan te komen na de zege vorige week tegen Nikon van Agent. Dat was toen op dat moment een verrassing. Ja. Is het nu de bevestiging vandaag tegen KV Oostende en B&B Kylie Antwerp gaat met 3-1 cijfers winnen van KVO, tenzij Daze nog één keer die bal mag proberen voorbrengen. Maar dat gaat hij niet doen. Tikt hem helemaal terug tot bij Darpino en daarmee wordt het einde van de wedstrijd gefloten. Antwerp wint met 3-1 van KVO en Zimmet pakt 6-6. Terwijl B&B Kylie opnieuw met lege handen achterblijft na een moeizame wedstrijd. 0-12 en opnieuw vandaag weinig aanvallende impulsen, moet ik eigenlijk zeggen. Elke paas was quasi slecht in balbezit. En verdedigend, nu en dan staat het wel goed, maar ja, Zimmet kan wel goed genoeg skillen om daar af en toe door te geraken. En dan 6-6 verdiende driepunter vandaag. Vooral dat laatste doelpunt met Lamkelzee was een pareltje. En dat wil ik nog wel eens terugzien na de wedstrijd. Ja, dat wordt er misschien wel eentje om op sociale media te plaatsen bij ons. Hier het laatste resultaat. Antwerp wint met 3-1 cijfers van KV Oostende. En daarmee komt Zimmet in de top 10. Duikt hij de top 10 binnen op een negende plaats op dit moment, weliswaar met nog een aantal jongens die nog een nabeurt hebben natuurlijk voor vandaag. Goed, ja, deze wedstrijd zit erop, Thijs. En we mogen ons opmaken voor een Waalse clash na deze korte break. Want Standaard en Sporting Charleroi mogen eraan beginnen. Shadow tegen Didista, die laatste die nog geen punten heeft verloren. Nee, en wiens geluk aan zijn kant zit, hè, hebben we al gezien, week op week. En dan vorige week, vorige speeldag ook nog met die geweldige aftrap. Ik ben benieuwd of hij dat vandaag opnieuw gaat doen. Ja. Of Shadow daarop gaat kunnen verdedigen. Maar ik denk dat het een geweldige wedstrijd zal worden. De uitkomst van die wedstrijd die zien we zo. Tot zometeen.